Hallo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Lucas, a.k.a. Lumio. En vandaag ben ik hier weer met een unboxing video. Ja, ik heb weer op AliExpress een aansteker besteld. Dit keer een plasma aansteker. Hier is de envelop. Ja, inderdaad, hij is al open geweest. Ja, hier is die. Ja, ik wist niet of dit het was, want ik had nog iets anders besteld. Dus daarom had ik hem opengemaakt. Alleen, ik wilde hier toch graag een video van maken. Dus dan maar zo. Zo interessant is het niet dat ik de envelop openmaak. Dit is nog even een bonus video na de vuurcompilatie video natuurlijk. En het is ook een eerlijke review, dat wil ik er ook even bij zeggen. En daarom hebben we hier nu die plasma aansteker. Ik had hem 2 december volgens mij besteld en hij zou 28 december binnen zijn, alleen is dat niet gelukt. Dus nu is hij op 7 januari binnengekomen, jammer genoeg na de jaarwisseling. Maar ja, daarom doe ik die video nu maar even. Maar hier hebben we hem dus, laten we hem maar open gaan maken. Hier is hij in het zakje. Dus ja. Trouwens, sowieso wil ik even zeggen dat de envelop er natuurlijk gewoon weer zoals de gemiddelde envelop uitziet. Ja, ik wist niet dat de aansteker was omdat hier Household Merchant staat. En dat betekent natuurlijk niet aansteker. Aan de andere kant staat hier wel iets met dat er iets met elektriciteit in zit. Dus daarom had ik het wel kunnen weten. Hier staat dat. Maar oké, het gaat natuurlijk niet om de envelop. En jammer genoeg was die wel veel te laat met verzenden. Ik kwam veel te laat binnen, dat is wel een minpunt. Aan de andere kant komt het vanaf de andere kant van de wereld, dus zo raar is het ook weer niet. Maar oké, laten we nu maar gewoon doorgaan naar de aansteker. Oké, hier hebben we de aansteker. In het zakje staat USB bij, made in China natuurlijk. Oké, hier is de kabel. Het ziet er gewoon uit als een normale kabel. Wel met een slechte aansluiting. Dit is niet meer de nieuwste aansluiting, zeg maar, die erop zit. Maar ja, het is maar voor op te laden, dus zo raar is het ook weer niet. Zo erg. Oké, hier hebben we nu in een zakje de plasma aansteker. Hier is die. Gewoon netjes in een zakje. Trouwens, de aansteker kostte me €4,34 inclusief verzenden. Dus dat is ook wel heel netjes. Als hij het ook goed doet, dan is het zeker netjes. Maar dat gaan we nu uittesten. Hier hebben we hem. Hier hebben we de aansteker. Kijk, zo ziet de aansteker er dus uit. Gewoon zoals een normale plasma aansteker eruit ziet. Trouwens, voor de mensen die niet weten wat een plasma aansteker is. Een plasma aansteker, dat is een aansteker die op elektriciteit werkt. Dus niet op gas of benzine of zoiets. Dus dat is wat een plasma aansteker inhoudt. Even voor de duidelijkheid. Ik denk dat de meeste kijkers die hier zijn dat wel weten. Maar oké. Oké, laten we het klepje maar open doen. Hier zit hij. Zo ziet hij eruit. Zo te zien is die ook wel gelijk opgeladen, want de lampjes branden. Dat zou je niet verwachten als die helemaal uit China komt met de post, dat ze hem ook nog opladen voor je. Maar oké. Hij is ook best vol, want hij heeft 3 van de 4 lampjes. Hoe lang die meegaat en hoe vaak je hem kunt gebruiken en hoe lang die moet opladen, kan ik niet uittesten. Nou ja, kan wel, alleen kost het gewoon heel veel tijd en heel veel moeite. Dus daarom ga ik dat niet doen in deze video. Maar oké. Hij is trouwens ook best wel zwaar. Ik denk dat hij misschien wel 100 gram of zo is. Voor een zo'n aansteker is dat natuurlijk best veel. Maar oké. Het is wel heel satisfying om dit open te doen. Maar oké. Ziet er wel netjes uit. Laten we hem uittesten. Ik hoop niet dat ik een schok krijg, want het blijft natuurlijk wel gevaarlijk. Zeker omdat het voor zo goedkoop uit China komt. Dan weet je het nooit. Maar hij werkt gewoon. Netjes. Hij geeft wel een hele hoge piep, maar ik denk dat dat bij de meeste plasma aanstekers zo is. Ik heb nog nooit een echte plasma aansteker gehad, maar een echte kost zo'n €25. En dat vind ik gewoon duur. Misschien dat ik er ooit nog één koop. Maar ik vond het gewoon interessant om dit zo uit te testen, dus daarom heb ik hem maar gekocht. En hij werkt gewoon. Best netjes. Oh, als die uitgaat, dan moet je het klepje hier even dicht doen, zo te zien. En dan doet hij het daarna weer. Dat is gewoon een beveiliging, dus hij is ook best veilig.
En hij doet het ook niet zonder dat het klepje open staat. Dat is ook een beveiliging ervan. Dus dat is best wel goed geregeld. Zeker voor €4,34. Dat is best netjes. Ik zal hier in de beschrijving ook nog even de link naar deze aansteker zetten. Voor het geval jullie hem ook willen kopen. Ik zeg het nogmaals, dit is geen promotiedeal of zoiets. Gewoon een eerlijke review. Dus ja. Maar het is wel netjes. Nou, in ieder geval, dit is dan weer het einde van deze video. Dat die oplaat, dat geloof ik allemaal wel. Dus ja, anders dan staat het hier wel nu in de video. En ja, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Als jullie dit nou een leuke video vonden, doe dan even dat duimpje omhoog. En deel het met iedereen. En ja, stel maar gewoon je vragen in de reacties. Ik lees alles. En bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was Lumio. Later mensen. Lumio.